Hier is niet. Oh my god, er staat hier een groene ding! Hallo mensen, vandaag is het en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Community Craft Show. What's up, Gonzalo? Sorry, je ziet er eng uit. Ja, ik weet het. Ik zie er een beetje anders uit. Ik ben veranderd. Ik ben behekst door dit eiland van Paul. Dat is het gewoon. Het sprookjeseiland. Want wij waren natuurlijk bij de vorige aflevering waren we op het eiland van Paul. Die liet ons zien van wat er allemaal voor mooie spullen op zijn eiland waren. Echt geen fuck gewoon. Nog steeds niet trouwens. Nee man. Dit is echt niet leuk hier zijn. Dus wij gaan gewoon weer hier weg en dan gaan we gewoon naar huis. Jee, door een paarse gloed heen. Jazeker, ik vind het hier wel weer genoeg in. Ik heb zin om naar huis te gaan. Ik heb zin om te eten. Ik heb zin om weer te werken. Oh, laat maar. Huh? Oh, ja. Ja, maar dit klopt wel, toch? Ja, we moeten hier naar beneden. Oké, ik ga jou volgen. Ik vind alles prima. Naar het dorp van Remco en Edwin en Dylan. Vind ik altijd zo leuk. Dat ze dan al die namen er neerzetten. Vind ik leuk. Oh, daar ben je. Ja, ik volg. Dat komt helemaal goed. Maar het leukste is, bij mij ben je nog een ijsje. Oh ja, mijn vorige skin was een ijsje. Dat is heel erg weird. Maar, wat deed ik nou weer? Maar ik weet niet. Ik heb zoiets van, dat die Calling Malino skin, ja leuk, maar ik wil de hele tijd verandering. En ik ben nog niet helemaal uit wat ik nu wil. Zeg maar. Nee. Ja, zulke fases heb je in je leven, hè, dat je niet weet wat je wil. Ja, dus als jullie ideeën hebben, tweet het gewoon naar me. Met een leuke skin, dat je denkt van, hey Milan, misschien is dit wat om te gebruiken. Tweet het naar @MilanKnol of naar @DagelijkseD. Of als je het als verrassing wil doen, dan moet je het naar Gonzalo tweeten. Wat is jouw Twitter? Mijn Twitter is @Laurens_. Ah, met OU toch, Laurens? Ja, met OU. Ja, Laurens met OU. Ja. Dus, en dan kan hij dat naar mij sturen en dan is het ineens, surprise! Dit kreeg ik van vlak. Nou, oh my god. En dan, maar ik ga gewoon allemaal andere skins doen, weet je? Ik ga gewoon skins doen die jullie mij opsturen. Dat ga ik gewoon doen. Dit is geniaal. Dit komt mij trouwens niet meer bekend voor. Nee? Voor mij zijn we weer verdwaald. Nee! Ja! Nee! Volgens mij moesten we daar weer omhoog. Oh, nee. Lang leven de Nether. Ja, de Nether is hier helemaal gemaakt door alle mensen die hierop zitten. En dat ziet er allemaal wel heel netjes uit en heel goed uit. Alleen, soms is de aanwijzing niet helemaal correct. Nee, klopt. En dan krijgen we dit soort fratsen. Dus het ligt niet aan jouw zoekskills hoor, Laurens. Nee, het is een beetje. Ze moeten meer botjes neerplaatsen. Ja, iets meer inderdaad. Maar dat kunnen wij ook doen. We kunnen ook een pranken. En dan zetten we een bordje neer en dan zeggen we van dit is daarheen en dan is het helemaal niet daarheen. Gaaf, ja. Ja, want dan doen ze een opname bijvoorbeeld en dan, ja, we gaan naar Milan en Gonzalo. En dan hebben wij een bordje en dan gaat het helemaal niet daarheen en dan zijn ze bij Paul en Arjan. What the fuck? Wat? Oh. Wat? Ik deed precies hetzelfde als wat jij deed. Oh jee. Baby get higher. La 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 la. Stairway to heaven. Ja. Yeah. Komen er wel. Ja. Komen er wel. Hoe hoger we komen. Hey, vandaag is er een livestream gaande van DAD Live, geloof ik. Of het is net afgelopen. Want ik zit nog een beetje te twijfelen van, moet ik dit eigenlijk nou wel uploaden vandaag? Want we hebben ook een livestream. Terwijl je dit kijkt. Oh, neem je van tevoren op, Milan. Huh, wat gek. Oh, slecht. Waarom doe je dat niet live? Ja, nee, maar dus dat kan zo zijn. Of het is gisteren geweest en dan kun je dingetjes terugkijken. Calling here, just, wat? Just Sof? Just Sof? Dat klinkt als Jehovah naam. Wij worden geprankt hier, jongen. Er staat ineens een naam bij. Who the fuck is Just Sof? Wacht even. Twissum, dus David, Mr. T's. Ja, die zitten bij David. Ja? Wij hebben Just Sof? Wie is Just Sof nou weer? Just Sof. Ja, wat ik al zei, klinkt een beetje Jehovah-achtig. De vertaling is gewoon Sof. Zo, oké. Moeten we dat niet weghalen? Nee, laat maar zitten joh. Anders moeten we alles weer opnieuw typen. Daar heb ik geen zin in hoor. Oké. Het is maar één botje, dus wat boeit het? Oké. Is goed. Just Sof. Gewoon Sof. Wat kan Sof betekenen? Sof is een naam van Sofa getuigen. Ja, of Sofa, natuurlijk. Dat een soort met bank is. Ja, het is een gewone bank. Ja, gewoon bank. Gewoon bank. Oké. Just Sofje. Gewone bankje. Just Sofa. Just Sofje. Weet het niet.
Nee. En wat kan het nog meer zijn? Sof is Sophie als naam. Ja. Of en, Sylvester. Sylvester. En Sombrero. Sombrero? Hoe kom je in hemelsnaam bij Sombrero? Oh, we zijn weer in het einde. Hallo. Ik heb geen idee. Zijn we hier? Oh, hey! Hallo. Hey, even kijken. Twissem. Wat? David, Milan, Laurens, Sophie. Sophie! What? Ik zei het toch? Sophie. Sophie. Maar nou is hier ook weer een Sophie. De troll is real. Voor mij worden wij getrold, echt waar. Sophie. Hoe de fuck is Sophie? Oké, laten we kijken. Kom, we gaan terug. Oh God. Wow, ik zie die pixel art van David. Half in mijn scherm. Daar bedoel je, die mooie Flareon. Is dat Flareon? Ja, Flareon van Pokémon. Hij is een echte Pokémon fanaat. Ik zie hem trouwens in het dagelijks leven ook nog wel met een Pokéball of zo lopen. Ik zie hem wel cosplayen als Ash Ketchum. Ja. Dan zie ik David zo met zo'n powerball. Gotta catch him all. Wie speelt er voor Pikachu dan? Ik denk Reve dan. Reve in zo'n pakje? Ja, want ze heeft al een relatief hoge stem. Dus dan hoeft ze alleen maar te zeggen Pikachu. En dan... Pikachu. Dan klopt het. Oh god, er gaat ook nergens meer over. Dan moeten we alleen nog even een Pokémon Arena maken voor David. Ja, moeten we eigenlijk zo van doen, hè? Gewoon echt zo'n leuke Pokémon Arena maken. Nee, maar hij heeft al... Oh nee, hij heeft voetbalveld al, hè? Dus dat is een soort van arena. Die kun je natuurlijk omtoveren. Ja, even naar trollen. Even gewoon omtoveren naar een Pokémon Arena. Oh, we zijn nu bij die paardenstal. Oh, er zit een gat in het paardenstal. Waar? Zie je dat daarboven? Oh my god, er is er waarschijnlijk bliksem in geslagen. Ja, denk je? Ja, dat kan. Zeker. Of een Enderman. Kan dat niet? Nee, een Enderman. Ja, een blokje meenemen zeker. Dat zou kunnen trouwens. Hey. Jij bent slim. Hey, jij bent slim, man. Jij bent bij CSI. Of bij Blok CSI. Blok CSI? Ik heb geen idee. Dus het dak moet gerepareerd worden. En hebben we nog meer? Ja, aan de andere kant ook. Oh, aan de andere kant veel meer. Wat? Kan dat nou? Ja, kijk dan. Dat is in de fik gevlogen. Dat kan anders niet. Maar hoe? Huh? We hebben helemaal geen brandding binnen. We worden hier getrold, man. Ik zweer het je. Of zijn we weer gegriefd door, je weet wel. Door? Nou, wie denk je? Door de man van waar we de missie mee moeten doen? Ja, wie weet. Misschien weet hij er wel iets van. En dan dacht hij van, ja, fuck jullie. Ik breek mooi bij jullie in en ik maak alles kapot. Zou het kunnen dat iemand dat heeft doorverteld? Zou dat het zijn? Oh my god. Wie heeft het gedaan? Wie heeft dat gedaan? Ik zoek je op, jongen. En ik snij je keel door. Serieus, een steekje in de fik. Wat de hè? Just So was slaven bij je zombie. Die zit er gewoon in, hè? Just So zit wel op de server. Maar wie is nou Just So dan? Was slaven bij een zombie? Hoezo zit ze dan hier? Hè? Claimt ze to be here? Ze claimt dat ze hier is. Oké, waar is ze dan? Ik zie haar. Waar? Oh, nee, laat maar, het is een wit paard. Oh. Laat maar. Ze lacht ook terug van. Ik ben het niet. Oh my god. Nou, even kijken hoor. Want het is... Ja, het is een meisje, Sophie. Ja, het hoeft niet. Het kan ook een soort met... ja, man-vrouw zijn. En dan ga je praten. Hey, hallo Sophie. Hallo. Wow. Oh my god, zo'n date zou je hebben. Hey. Ben je op date met een bloedmooie vrouw? Laurens. Hoi, ja? Ja, echt hier. Wat? Oké. Ja, ga door. Dan ben je op date met een bloedmooie vrouw. En dan... Hoi. Ik ben Laura. Hoi, ik ben Meta. Ik ben Gerta. Ik ben Hans. Kijk hier, hier liggen spullen. What the fuck, allemaal stuff. Is dit waar jij bent doodgegaan of zo net? Nee, ik heb naar de zombie... Is dit Sophie? Waar? Auw! Oh, dit! Is dat... Oh god. Nee jongen, dat is een witch, dat is een heks. Oh my god, maar ze trolt mij, ze zit dingen naar mij te gooien. Stop! Auw. Oh, wat is dit? Suiker. Oh, ja. Dan is hij waarschijnlijk ontsnapt van Hans en Grietje. Auw. Ik kan er niet op, ik kan niet op het dak. Auw. Oh god. Ik heb oh alle god. Spullen, dus maar ik weet niet van wie het is, maar ik heb allemaal spullen. Oh, half hartje. Niet doodgaan. Oh, nee. Oh, half hartje. Oh, maar ik heb voor jou een heel hartje hoor, Consalio. Ah, dat vind ik heel speciaal hoor. Knipoog. Ah, wink, wink. Kom, laten we naar binnen gaan. Ja, we gaan naar binnen wacht, gaan. Wacht. Wat is dit? Welkom bij de crib van Milan, Laurens en Sophie met een hartje. Oh god.
Het is toch geen één van jouw stalkers, hè? What the fuck is dit voor gay shit met zo'n hartje? What the fuck? Oké. Okay. Ik vind het wel leuk, hoor. Als ze binnen is... Auw! Ah! Karma! Karma is a bitch. Hé, hey, wat? Hier dan, moet je hier kijken. Hier ook allemaal stuff. Appels. Iron. What the fuck? Wat? Zit er een inbreker in dit huis of zo? Hier ligt XP. Oh, hier nog meer. Hier nog meer. Wat? Oh nee, niet meer. Dat is gewoon van een kist. Oké, maar ik heb in ieder geval... What the fuck? Wie is hier? Maak je bekend! Stop je helemaal! Nee, oké, dat doe ik niet. Ik maak je bekend. Bij binnenkomt... Oh ja, dat achter je! Waar? Zo, dood. Overkill! Woehoe! Achievements! Overkill, wat is dat? Deal 8 hearts of damage in a single hit. Nice! Ja. Oh god. Nice. High five, man. Ik ben pro, man. Ja, auw! Dat zijn 2 hartjes. Daar krijg je geen achievement voor. Hé, hey, de deur is er weer uit. Hier is niet... Oh my god! Er staat hier een groene ding! Wat? Een groen ding? Achter! Ja! Ah!